Even denken, ik denk bij gemeenteraadsverkiezingen en ik denk dat ik zelf kandidaat was. En dat was nog voor een andere partij notabene. Was de SGP was dat. Dus het was in Leeuwarden en ik stond ergens plek 19, 20, 25. En volgens mij had ik iets van 25 stemmen. Dus dat vond ik echt heel bijzonder. 25 mensen die het gewoon in mij zagen zitten. Politiek gaat over jou, gaat over jouw onderwijs, gaat over jouw toekomst, gaat over de lucht die je inademt. Zal het straks nog schone lucht zijn? Waar halen we onze energie vandaan? Als jij niet met de politiek bemoeit, de politiek zal zich wel met jou bemoeien. Dus laat je stem horen. Mark Rutte is gewoon een hele aardige man. Ik ben op zijn verjaardag ben ik op het torentje geweest, hebben taart aangeboden en dat is gewoon een ontzettend aardige man. Ik ben het feitelijk. Uiteindelijk ben ik een leider. Ik ben niet iemand die op de stoel gaat staan en zegt, en vanaf nu ben ik de baas. Maar ik merk wel dat ik in staat ben om mensen mee te nemen. Dus in die zin ben ik een leider. Ja, weet je, dat ik ABBA leuk vind. Het is echt ontzettend foute muziek, maar dat vind ik wel leuk. Ik ga absoluut geen liedje zingen. Nee, dat ga ik niet doen. Wat vind ik daar leuk? Ja, Waterloo, dat is echt... The winner takes it all. Dat is misschien in het kader van de verkiezingen is dat wel een hele aardige. The winner.